Vandaag gaan we een hologram tot leven wekken. Een hologram is een 3D-animatie geprojecteerd in een echte wereld. Als je er zelf een gaat maken, kun je natuurlijk een bestaande animatie nemen, maar veel gaver is het om een eigen animatie te maken. Er zijn heel veel manieren om dat te doen en een van de leukste en makkelijkste is die met stop motion. In deze video leg ik je uit hoe je dat doet. Het toffe aan stop motion is dat je heel veel verschillende vormen kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, knutselen, jezelf. Je hebt in ieder geval nodig de Stop Motion Studio app, een glazen plaat of doorzichtig plastic. Hierop gaan we straks de video die je gaat maken projecteren. En een decor. Stop motion is een techniek waarbij je steeds een foto maakt, je het beeld een klein beetje aanpast en dan weer een foto maakt. Als je dit heel vaak doet en de foto's achter elkaar afspeelt, krijg je een bewegende animatiefilm. Hiervoor gebruik ik de gratis app Stop Motion Studio. Onthoud hierbij, hoe meer foto's en hoe kleiner je de bewegingen maakt, hoe vloeiender je animatie straks wordt. Hou ook je camera zo stil mogelijk en op dezelfde plek. Met de zogeheten Ghost Slider kun je de laatst gemaakte foto doorzichtig zien. Hierdoor kun je heel precies je camera en je objecten op dezelfde plek zetten. Tussendoor kun je ook steeds even testen of je filmpje nog klopt, of er geen handen in beeld zijn en of het filmpje vloeiend loopt. Heb je tijdens het maken van de stop-motion animatie een foute foto gemaakt, kun je die heel makkelijk verwijderen. De kracht van een hologram-effect is dat alles wat donker of zelfs zwart is, geen licht weerkaatst en daardoor straks onzichtbaar wordt op je projectie. Daarom kun je het beste een effe zwarte achtergrond gebruiken. Als je helemaal tevreden bent over je animatie, kun je de video exporteren. Nu heb je een video van je animatie. Tijd om het hologramvenster te maken. Vouw en knip het venster zoals hier te zien is. Ben je klaar? Plak het dan vast aan je device met plakband. Dan is het tijd om de achtergrond te maken. Teken af waar de hologram zichtbaar is en knutsel je achtergrond. Nu kun je je familie, vrienden en klasgenoten verbazen met jouw hologramanimatie. Kom je er toch niet helemaal uit? Vraag dan je begeleider of zoek even op internet. Ik weet zeker dat ook jouw vraag beantwoord wordt. En ga je je eigen video op internet plaatsen? Tag ons dan met @makerspacebreda, want we zijn erg benieuwd naar jullie creaties. Ik wens je veel plezier met deze techniek.